twee podia links en rechts, het publiek in het midden, een applausmeter en twee vette bands. Dat zijn de ingrediënten van een geslaagde battleavond. Donderdag vond alweer voor de zevende keer de Red Bull Soundclash plaats. Jakhals Frank Evenblij legde verslag van de eerste battle van 2009. En die battle ging tussen de twee tegenpolen, New Cool Collective en Nobody Beats the Drum. Ik vind de Red Bull Soundclash echt fantastisch leuk. Ik ben er vorig jaar toevallig voor het eerst bij geweest. Dat was in Paradiso, toen was het Moke tegen Voiced. Het is natuurlijk altijd lastig, twee bands uit een ander genre tegen elkaar. Maar dat gevecht wat ze moeten leveren in entertainment, dat is echt geweldig om te zien. We gaan winnen, omdat Joost Kroon achter zijn drumstel zit vanavond. Ik vind de New Cool Collective een stel oude gekken met pakken aan. Schatten van oude gekken zijn. Schatten. En goede muzikanten. Beide bands werden door het publiek uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en speelden de sterren van de hemel. Allebei de bands die gaan vanavond tot het uiterste, want er staat gewoon wat op het spel. Eer, een mooie trofee en natuurlijk de muzikale winst. Het is heel spannend voor de bands om tegenover elkaar te staan. Het is heel gek om als band tegenover je niet alleen publiek te hebben, maar ook nog een andere band die tegen je inspeelt. En het zweept heel erg op. Red Bull organiseert de Soundclash omdat het heel erg aansluit bij creativiteit, reactievermogen. De bands doen iets speciaals, die moeten echt tot het uiterste gaan. Er zit competitie in. Kortom, echt een strijd. De applausmeter liet weten wie zich publiekslieveling mocht noemen. Het was spannend, maar met een neuslengte. De winnaars van de Red Bull Soundclash, New Cool Collective! Ik ben heel trots op ons. Ik ben ook trots op Nobody Beats the Drummer. Ik ben vooral trots op ons dat wij met onze eigen simpele middelen gewoon al die techno kunnen verslaan. En dat is het belangrijkste. Het gaat om de muziek. We hebben wel hard geknokt en op het einde hebben we het nog wel even spannend weten te maken. En toen, gefeliciteerd man. Ja.